Op de derde verdieping geeft het Zeeuws Museum haar visitekaartje af met twee Zeeuwse meiden uit het nabije en het verre verleden. Dit is Zeeland. Zeeland vooral in de strijd met de zee. Beelden van heldhaftige zeeuwen aan het water en op het water. Maar ook Zeeland in de kunst, onder meer Mondriaan, Dorop en Charlie. Ik vond met name die grote Charlie Dorop uit 33 met die hooischelven, prachtig schilderij. Het aardige van deze zaal en van de collectie is dat tegenover Charlie een schilderij van haar vader hangt, Jan Dorop, uit zijn pointillistische periode, zoals dat heet, Het Gebed, waarop je een Zeeuwse boerenfamilie aan het gebed voor het eten ziet. Prachtig licht, heel mooi weergegeven. Dit is wel een heel mooie schilderij. Jan Dorop en Zeeland, dat zit zo. Domburg op Walcheren was een geliefde bladplaats voor de Duitse keizerin. En met haar een hele kliek lagere adel. Waar adel is, daar zit geld. En Jan Dorop, een van de bekendste Nederlandse schilders, hij kwam tussen 1903 en 1924 elk jaar naar Domburg. Die dacht, hey, dat is wat voor mij. In 1911 liet hij een gebouwtje neerzetten om zijn eigen schilderijen en die van andere schilders te tonen. Voor even, zegt men wel eens, werd Domburg het kunstzinnige hart van Europa. Zijn eigen dochter Charlie, Chabot, Hans Niebrig, Jacob van Heemskerk en anderen kwamen er werken. Ook Piet Mondriaan. Ook hij kon er met zijn schilderijen verdienen en gaf les aan onder meer Jacob van Heemskerk, net als hij met een theosofische belangstelling. Het museum heeft ook mooi werk van de Vlaamse zeeuw Raymond Kimpe. Kimpe had tijdens Wereldoorlog I de onafhankelijkheid in Vlaanderen uitgeroepen en werd in België tot dood veroordeeld. In Middelburg kon hij werken en schilderen. Hij legt zich ook toe op de werkende Zeeuwse mens. Maar Kimpens mensen zijn minder geïdealiseerd dan die van Charlie Dorop. Expressionistischer. Gelukkig heeft het Zeeuws Museum wel twee paneeltjes van ook alweer een zeeuw, namelijk Adriaan Korte, een vanitas schilderij. Zo'n afbeelding moet ons eraan herinneren dat alles maar ijdelheid hier op aarde is. En vergankelijkheid. De tijd tikt weg, de pijp raakt leeg en slechts onze botten blijven over. Gelukkig hebben ze hier in bruikleen weliswaar, maar nog steeds een van Korte's zeer bekende stilleventjes. In dit geval met asperges en gemengd rood fruit.